Ja, we hebben een nieuwe kleine muskusos. Hanne die komt uit Bern, Zwitserland. Loopt hier nou een week of drie, vier. Is net een jaar oud. En is gekomen voor het fokprogramma weer een beetje nieuw leven in te blazen. Want dat stond de laatste jaren een beetje stil. 'S Morgens vroeg in Bern vertrokken. Eind van de dag was hij hier. En dat was rustig. Maar ja, dan haal ik 's morgens vroeg die twee van ons binnen. Niet erbij, maar wel dat ze kan zien. Ja, dan zag je meteen de aanhankelijkheid van hé, er lopen soortgenoten. Daar wil ik naartoe, daar wil ik bij. Zeker zo'n klein ding. Die moet zich toch haar plaats gaan veroveren in de groep. Nou, we hebben een man en een vrouw lopen. Voor meneer maakte ik me niet zoveel zorgen. Bij de vrouw verwachtte ik een ander verhaal. Na twee dagen heb ik haar bij de vrouw gelaten. Ja, dat werd inderdaad wat ik verwachtte. Dat was even stevig aanpakken. Maar dat hoort erbij. Die moet de plaats gewezen worden. De vrouwen hebben een hiërarchie, een rangorde. Wat je ziet zijn eigenlijk twee ondersoorten. We zijn vroeger begonnen met de Alaska of Canadese. En omdat we toch wel weer terug willen naar zuiver, is de keuze gemaakt om over te gaan naar de Groenlandse, ook wel Europese ondersoort. Dat is Thor, die staat hier vooraan. En nu is de bedoeling dat we daar dus ook weer een fokgroepje omheen gaan bouwen. En daar is dan Hanne de eerste vrouw voor. En ik hoop toch wel in de toekomst nog wel één of twee vrouwen erbij te krijgen. Want een beetje groep is toch wel één man en drie vrouwen. In principe zijn vrouwtjes met twee jaar geslachtsrijp vruchtbaar. Dus ja, in theorie zou ze over drie jaar een eerste jong kunnen krijgen. Ze zijn gevoelig voor bepaalde ziektes. En die ziektes die komen hier zo in ons klimaat voor. En dat geeft dus problemen tot nu toe met het groot krijgen van de jonge dieren. Dus we beginnen weer heel onbevangen aan de toekomst. En we gaan er keihard ons best voor doen dat de jongen wel weer groot worden.